Dat is dan niet de bron. En de trein komt er zo aan. Het is wel iets vroeger trein dat we gaan nemen, maar ja, hij staat er ontlokt. Dan gaan we gewoon opstappen. En dan gaan we gewoon richting Gent al. En dan kunnen we altijd een beetje wachten voor de tram te pakken. Ik wacht niet graag namelijk daarom. We zijn nu op de trein. We zijn lang op de trein. Maar we zijn bijna in Sint-Pieters. En dan gaan we naar de tram. Alleen we zijn nog wel. We hebben nog wel tijd hoor. Maar het is zo altijd zo van welke trein moet je pakken. Want het is nooit niet goed. Wij komen nu aan bijna om 9:50. En om 10:30 moet het ziekenhuis zijn. Dan gaan we heel support met de aanhouden. Zeker denk ik. Dus we zien het wel. Zo, we zijn aangekomen. We gaan nu richting de tram. Spannend altijd. Ik haast mij nooit eigenlijk op zich, want ja, als je te laat gaat, dan denk ik wel. Dan ga je een beetje van de tram af natuurlijk. Mijn haar ligt ook een beetje anders. Maar plat. Ik heb het wat platter gelegd vandaag. Dus een beetje. Even naar beneden doen, door een beetje ademhaling, is dat belangrijk. Zo. Dus dat daar, die band, die voelt je ook wel, die zakt nog steeds af. Ja, ik zie het nut er eigenlijk wel niet van in. Maar ja, we doen het toch maar omdat het moet, hè. Maar eigenlijk die band voor te drukken, eigenlijk, voor die wondjes, die zakt constant af, dus ja, snap je, precies. Zo, ik zit nu op de tram, echt, het ziekenhuis. Tram 4, voor mensen die dat graag willen weten. Dus, we zijn aangekomen in het ziekenhuis. We moeten naar kamer 12. Mijn mondkapje wil voor geen meter blijven zitten. De rest alles goed erin. Dus, het moeilijkste. Dan gaan we aanmelden daar. Misschien moet je weer in de wachtruimte gaan zitten. Goed, dan maak je een thee. Wat er niet te druk is. Dat is altijd zo tegenwoordig. Weer in de wachtruimte wachten. Hier eens een keer. Ik heb twee briefjes meegekregen. Eerst dan 9. En dan moeten we naar 0. Waar we nu zijn. Dus we gaan nu naar de liften. En dan gaan we naar de verdieping. We zijn aangekomen op de afdeling. We zitten in de wachtruimte. Nu is het wachten. We gaan zo weer een vragenlijst krijgen om in te vullen. Ik ben er gestresseerd van. Hè. Een zot van. Maar wij zijn op tijd. We hebben nog een paar minuten over. Volgens de klok, dus is wel goed eigenlijk. Ik heb hem hier ook apart gezet, maar ik zit niet graag tussen al dat volk. Dus daar zijn de stoeltjes vrij en dat vind ik al gemakkelijker. Dus dan is het deze afdeling. Dus nu wachten tot we die vragenlijst krijgen. Dan gaan we die gewoon meteen controleren en zo van dingen allemaal. Dus dat is weer heel veel dingen doen. Hè. Ze hebben net bloed getrokken. En dat is de vragenlijst die we moeten invullen. Dus die gaan we eerst invullen. Het bloed is al gedaan, dus dat scheelt ook al. Dus dan zijn we wel op scheen. Gisteren op hetzelfde. Echt de 10 dienstjes heb ik gedaan. 10, dat is veel. Hè. Dat is echt heel veel. Dus ik ga nu al die papieren invullen. Dat gaat even sturen in de dingen. Dus ik heb daar heb ik gewogen. Ik weet niet of je het kan zien daar. Dus daar ben ik gewogen. Gedaan. En hier zit ik binnen. Een mooi uitzicht trouwens. Een heel mooi uitzicht. Kijk, dat is het uitzicht. Dus ik zit hier nu binnen al, dat is spannend. Hè? Mooi uitzicht altijd, hè? Prachtig. Zo. Ja, anders kan ik niet vloggen als ik al die dingen moet vasthouden. Dat gaat niet, hè. Maar houd wel rekening mee met alle mensen die passeren. Dat ik altijd, dat de mensen hier niet opstaan. Ik ga bijvoorbeeld altijd zo drukken. En dan weten we
Dat we C deze lift moeten hebben. Dus altijd rekening met de mensen. Mondkap is nog geen 5 meter aangebleven, maar goed, moet hij. Maar ik kan niet over klagen of zo, zeker niet. De mensen moeten van deze stappen. Het is gewoon niet moeilijk. Dus de lift komt aan. Ik ga even buiten, ik heb nog een afspraak hoor. Ik ga even sturen naar de begeleiding waar we afspreken. Dus moet ik even hier komen zitten. Frisse lucht. Soms is het wel nodig om eens een keertje lucht te scheppen. Dus ik ga die even sturen. Zo. Ja, dat is tijd, want ik zie veel mensen passeren. Allee, dat is soms ook dat zo draait, dat is echt soms lastig. Echt lastig. Niet normaal. Ik ben trouwens vermagerd, mensen. Ik ben echt blij. Dus dat ik vermagerd ben. Ik ben echt wel trots daarop. Dus heel fier. Ik kan nog een beetje, ik kan proberen live te gaan op TikTok. Ik moet toch wachten op de begeleiding, dus dan wacht ik daar op naar de andere controle. Dus het is spannend, moet ik gaan zeggen. Kijk, we zijn nu binnen op de controle. Dus ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen, maar ja, we weten sowieso al dat de hond niet genezen is. Dus dat weten we al. Maar dat geeft wel een beetje dubbel stress eigenlijk en zo. Dus we gaan het allemaal zien. Kijk, ik zit hier op de dingen. En dit is het resultaat ondertussen. Je hebt het al een paar keer gezien, als ik het verzorg ook. Hè. Dus maar het komt sowieso goed. Het was positief wat je zei eigenlijk. Ja, ik was wel blij eigenlijk. Het is... komt allemaal in orde, maar dat komt altijd goed, hè. Dus hij is daar al de dokter. We zijn nu aangekomen in Sint-Niklaas. Het is eigenlijk allemaal heel goed gelopen, eigenlijk. Binnen 2 weken mag ik gewoon terug gaan werken. Het is niet zo zwaar ontstoken dat ze eerst had aangegeven. Dus daar ben ik ook al blij mee. Dus ik ben wel trots. Dus over 2 weken. Er is aan het opbouwen. Dus ik heb dat te weten aan de leerkrachten, dat ze weten dat ze mij kunnen verwachten. Vanaf ik ga werken, ga ik dat doen. Dus het is wel vermoeiend in het begin, omdat je, ja, je lichaam is dat niet meer gewoon. Hè. Spieren moeten terug op gaan worden. Dus, en ik moet die band ook niet meer dragen, dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Alleen moet ik alleen zien waar ik mijn fiets heb gezet, want dat weet ik niet meer. Waar ik mijn fiets heb gezet. Dus dat is ook nog zo'n ding. Maar goed, dan gaan we wel vinden. Even kijken naar mijn fiets. Waar heb ik jou gezet? Okay. Dus eigenlijk alleen maar positief nieuws eigenlijk. Hè. En over 3 maanden terug op controle. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed. Hè. Mijn fiets. Je fiets. Daar hier staat. Mijn fiets. Hij staat er nog. Dus dat is eigenlijk al goed. Hè. Dit heb ik ook meegekregen. Dus... allemaal in de fiets als steken. Mijn lader, die ik was vergeten, die heb ik ook. Dus, oops, okay. En dan kunnen we zo goed als bijna vertrekken.